De voorbereiding voor Feyenoord verliep goed. Twee hobbels, iets ongemakkelijker. Maar wat wil je met drukke trainingsweken? Een 1-1 bij Dordt en een 1-0 nederlaag in Noord-Italië. Benson heeft gestuurd. Benson met een afzwaaier. Diederik Boer is erbij gaan zitten. Die had in de voorbereiding al wat last van een blessure. Dit is Bejois, zijn beoogd vervanger. En aan Bejois de zware taak om hem vanaf nu onder de lat te vervangen. De Vrij. Schaken. Daar is hij langs. En als hij voorlangs snijdt, moet deze bal erin via Imbers. Maar het gebeurt niet. Een beste mogelijkheid voor Feyenoord om in de 18e minuut op een 1-0 voorsprong te komen. Balletje bestemd voor Gosens en Bejois. Mokoccio. Goed geopend op Van Polen. Benson. Overstapje. Van Polen. De tweede doelpoging van PEC Zwolle kant. De Vrij mag een forse afstand overbruggen en besluit het restant maar te overbruggen via een schot. Toch moet het mogelijk zijn voor Feyenoord om deze middag een goal te maken. De 13 wedstrijden tot nu toe in Zwolle tussen deze twee leverden altijd Feyenoord goals op één keer na in 86. Toen eindigde het in 0-0. Hier gaat Benson. En Benson gaat onderuit, maar doet dat wel net buiten het strafschopgebied. Vormer heeft hem vast. En ik denk uiteindelijk dat Klaasje Matic, maar ik heb de indruk dat Vormer de man is die geel krijgt. Het wordt Mulder uiteindelijk die voorkomt dat PEC Zwolle op een 1-0 voorsprong komt. Daar Boer, die wel heel kort heeft genoten van zijn eerste wedstrijd dit seizoen in de Eredivisie. Vormer. Martin Zindi afgetroefd door Mochtar. Voor het doel Saimak. Maar het kan natuurlijk ook in één keer. Klaasje valt om. De kans blijft. Immers niet. Klisch niet. Daar zou ik het dan maar aan hebben overgelaten. Uiteindelijk is het Drost die de bal ziet naast gaan. Pelle. Nelom. Dat is een goede trap. En dat is een minder goede kopbal. Die komt van Immers. Dat is toch echt een vrije kopkans. Van Polen. Van Polen. Handig teruggelegd. Drost. En zo wordt het steeds dreigender in de buurt van het Feyenoord strafschopgebied. Schaken. Aan die kant gebleven naar de komst van Verhoek. En hij, de man van 27 goals vorig seizoen, is nog niet echt één keer goed losgekomen van zijn tegenstanders. Drost, weggestuurd. Drost, goeie beweging. Drost, hij kliest hem de goal. En PEC Zwolle komt 25 minuten voor tijd op een 1-0 voorsprong. Prachtige aanval van de thuisploeg. Maar de Zindi gezien. Wordt hier eigenlijk simpel uitgekapt en Matthäus Klisch passeert Mulder en maakt de eerste Zwolse treffer van het seizoen 2013-2014. Saimak maakt plaats en Guillaume Fernandes, afkomstig van Feyenoord, maakt zijn opwachting. Feyenoord wordt na rust geconfronteerd met een PEC Zwolle dat veel meer vooruit voetbalt, kansen creëert en ook nog eens scoort via Klisch. Schaken, dreigen, binnendoor bij Van Polen en het applaus van de tribune. De Vrij en de goal, de gelijkmaker voor Feyenoord, komt op naam van Schaken.
De kleinste van het spul, maar wel met het hoofd. En het staat 1-1. 4 minuten voor tijd. Ontsnapt Feyenoord dan toch. Benson. Fernandes. En buiten bereik van Mulder. Maakt uitgerekend Guillon Fernandes. 2-1 voor PEC Zwolle. Zwolle ontploft. Feyenoord lijkt tegen een harde nederlaag aan te lopen. En uitgerekend Fernandes lijkt de winnende achter zijn naam te krijgen. Het is voorbij in Zwolle. En PEC wint de opening van het seizoen van Feyenoord. Zoals het ook vorig jaar Feyenoord klopte. 2-1 wordt het dit keer. Klich 1-0. Schaken 1-1. De winnaar Guillon Fernandes. De eindstand in Zwolle.